Kom maar. Ik heb broer. Ja. De secretaris die dokter Anders spreekt, die heeft ooit een vest gemaakt over de trokkartoon. Ja. En in Pekel, echte winkel ook niet. En Trot is ook niet, hè? Die ligt nog een beetje snel. Ja. Maar, Pekel is een mooie plek om te reizen. Is zo? Ja, vind ik wel. Chief & Co, hè? Mag ik hier komen? Chief & Co, dat ben ik te gast, ja. Stichting Industrie voor Pekela en Culturele Ontwikkeling. Dan kun je op een prachtige, mooie banner uit van denk ik. Ja, die volgens mij te vertellen. Ik heb dan een magazine zee. Zo. Zakmezen op een gegeven moment, bootje touw, dat soort dingen. Koffiemuppen. Ja. Twee geweldige vakanties hier aan het doen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is mooi. De vakantiewijk, dan kom je naar over met wereld die je als scholier aan kent. Ja, dat is zo. Ja, ik zal straks onderweg nog wat over vertellen. Ja, je leert zelf echt te leven. Hè? Ik bedoel, arbeiders, ik heb er altijd duidelijk respect voor. En, ja, die mensen die in het leven stonden. En dat moest wat motiveert ook wel. Gepezeld worden. Ik denk dat die bij moeder ook opdienen bij de supervakantie. Ja, dus dan dacht je wel van, ik ben er maar weer op school gewoon. Nou, dat doen ze echt. Ik denk het. Dat is inderdaad mooi. Ja. Als aan de bonen kwam, de sneeuw uit en op die eraf. Ja, het was gewoon zwaar werk. Ja. En ja, toch vind ik wel weer altijd hetzelfde werk. Ik moest natuurlijk wat van mop. Maar ja, ik als ik dan klaar was, toen dacht ik van, toch maar raar te worden. Zou je eens even hier bij Duimland komen? Kist u hier nog niet? Nou, ik ben het mijne schoolman, de burgemeester die wat doen. Ja, die kan de wat doen hier. Die man weer achteruit, hè? Die zou verdijven met Rusland. Ja, dat is wel werk wel gedaan. Schoolman gaat echt de burgemeester, hè? Ja, is toch wel een rolgevoel. Zeker, we hebben gewoon kijken naar die stoommachine en een deel van Vreenko restaureerd wordt in Olle Stoorsbracht, een soort industrieel monument. Wat die klopt met Apple van Dijk, André Brands, Dex Peters, onze rugzakgast is Treinko Pelgrim. En de dan komt die slachter, hè? Ja. Zijn van Stijlmotterij. Mm-hmm. En CBC Moes, de molen huisarts, ik dacht dat maar een beetje terug te geven. Ik weet wel, kan het ontstaan van die papieren, dus die het maakt rust aan. Ja, bronsteen longstomen nou. Wat van de zon komt wel boven bronsveen. Dat is toch eigenlijk dat is of de checks van het latje bij de helden stikt. Ja. Aan bronsveen dan loop je boven. Houd je het brugje, Wim? Ja, dit is eigenlijk de eerste brug en nog de grote brug, hè? Richting Pekel. Ja. Mooi overzicht over het water. Stevig. Pekel is het daar. Ja, ongelooflijk. Dat ben je dan verrot over, maar toch? Die over. Ik heb Pekel is het daar. We gaan aan de kant door de rond, is dat? Ja, daar ja, hoor. Ja, straat denk je hier toch vrouwen. Ja, natuurlijk vrouwen. Tjegelwagen, want die heeft overlaan getrokken. Ja. Natuurlijk heel veel staanfabriek. Ja. Straat in Zuid-Winschoot natuurlijk, de plek waar de klinker ooit was. En die ja. hier op een gegeven moment ook een staanfabriek overgenomen. En ja, die staanfabriek ben hier mooi. Dus, prachtig, ik ben gewoon in. En wel wat met wat voor onderdeel ik nog zie terugkomen ben. Ja, dat was niet mooi. Dat zit door zes waar. Waar ik met volle bewondering naar kijk. Uitkijk als zomerbode noemen we de gierzwaluw, Jan Segers, helemaal oud. Een koortje van Mariska, een oude dijk in Den Andel, en die schiet er ook als een gierzwaluw. Dus, zeker, Mariska is best goud. Helemaal oud. Mark Sloos is hier, beste Noordmannen. De oplossing van de vogel is deze week de gierzwaluw. Dat moet dan een rotzwaluw zijn, maar dat komt hier niet in voor. Dus, wij denken de oerzwaluw. Jan niet willen, dat is nooit goud. Blauw. Oh, dat is een L. Ja, blauw. Ja. Dat was al zo.
nog een andere kader van thuis verkopen. Goeiedag. Hoi, hoi. Hoi, compliment. Nou, wie kan in die lopelzorg dus doen de geoefende lopenbeurt? Ja, ik doe het elke dag. Ja. Elke dag? Ja. Nee, mooi, jongen. Dat is denk ik wel het eerst. En die Linkbeek. Ja. Linkbeek? Ja. Af een kilometer met een mossen door. Nou, ik was van plan om just nou vanavond om 2 uur te gaan. Oh ja? Echt? Ja. Ja. Ja, mooi loopweer toch? Ja, het is hartstikke lekker, man. Ja, mooi geslaagd. Nou, een rondje misschien even een stukje zo richting Blijham. Het windschoten linksaf. Ja. En dan zo voor Suzanne weer terug. Ja, dus dat u de oren gaat, dus omdat het mag? Nee, ik doe de oren gaat, hè. Dus, ik zit nog in de pastuur, ik heb ook nog geen gram te veulen. Nou, dat wil ik ook nog uit, maar... Ja. Stel, je hebt straks al wat u gebruikt over, dacht ik. Hè? Dan heb je het over scheepswaren, over sigarenfabrieken, zeepje erin, zonsje. Allemaal verdwenen. Allemaal verdwenen, en dat willen we eigenlijk zo. Hoe zagen we in de fabriek in? In de hoogte al die machines, dat is ook... De kabelde staan in... Dus als dit uitvalt, is dan de hele fabriek stil, zeg maar? Nou, dat wordt echt wel. Ja, dat wordt stroom vermoord door de kabelde staan. Er is wel werk op doen. In de kooltijd. Ja, en er is wel werk aan dat, geloof ik. Maar niet is dat je echt in de stroom beton geweest. Maar dat is nooit. Nee. Ah, die heeft dit doen, dan wil ik dat doen. Ik heb altijd in de stoombusiness 75 jaar. In de stoombusiness? Ja. Wat is dat? Nou, mede regels om hier hoogstroepers in de verkoop. Dus hoogstroepers verkopen, mede regels verkopen. En ook hier de economische in de staat. Mm-hmm. Dus ik heb mijn... Had motor dan niet. Dan staat ik liever. Ja, maar die is het. Ja, dat is het. Ja, door zes uur gehad. En dan mag we wel een stuk terug in de geschiedenis. Want hoe vergeet hij nou historische, culturele gronden in feite? Dan gaan we terug, omdat dit dorp allemaal niet zo oud is. Ongeveer 500 jaar hè, van de ontginning. Mijn zus doet dat we in Pekela een paar gouden eeuwen hebben gehad, zeg ik altijd. Eerst met de turfwenning. Helaas heb ik door te weinig van doorhamen om dat turf te grond en af te voeren. Ja, dat kreeg je allemaal wieken. Dat was vroeger om de 50 meter als toen zo'n, nee, om de 100 meter als toen wieken. En toen werd het met platboomschepen naar vuur gebracht, omstoppen in grote schepen. Het zee gaat uit, zeg maar. Nee, dat ja. En ja, en de kist van de ogen, dat werd dus bouwen. Toen werd gebouwd en toen tijdens het een meer in die andere drie-kluiders. Bergen dan van Hogezand, dat zat meer in de van de Kroon. En ik dan hier, dat is de Jonske, dat was ik. Die moet die oude fabriek maar aan de gang op. Met technische voorzieningen en zo. En die twee oudere jongens, die moet die kopte maar bouwen. En zo is het begonnen. Ja. En, ja, we zitten in een soort, als ik het zo van een afstandje bekijk. Ik heb al eerder verteld dat ik in de vakantie werkte. Kom je een beetje over, word ik nou zie hoe vouwen de bozen zijn. Zo'n hoproer. Ja, dat bedoel je zo'n hoproer. Wat zeg je? Je bent allemaal een beetje boos. Zo'n bozenhok in de fabriek, in de snijderij. Ja. Het is een leuk hokje en een van de weinige vertrekken wordt waar. Ja, zo is het maar net. Dat zit er al in. Pak dat goed, een dingetje. Ik heb in eerste plaats heb ik hier een ding. Die is van mijn pa. Mijn pa was zoals gezegd, was de stijlmaker. En vroeger, toen hij stijlmaker was, ja, toen had je nog niks van die elektrische apparaten enzovoort, moest je alles meer aandoen. En een van de dingen die hij me aandeed, dat is dit ding. En hij noemde dat altijd mijn hoepeltje. Mijn? Hoepeltje. Hoepeltje? Ja. Zo zullen we er nooit uit? Nee, zo zullen we er ook nooit uit. Maar waar het verbruikt werd, kan het wel echt een beetje zo zeggen. Want met dit apparaatje mok je ding rond.
en een hoepeltje is ook rond. Ja. Dus zodoende kwam hij denk ik op die naam. Maar het is officieel is het een spookschoofje. Een hondenspook. Spookschoofje. Een spookschoofje. Schoofje. Want wat deed je met? Kijk, vrouwen moesten dus de ding van de wielen enzovoort. Die moesten rondmokt worden, of schopstelen, of wat dan ook. Die moesten rondmokt worden. En dat deed je dus allemaal met dit schoofje. Kijk hier bijvoorbeeld, zou je wat voorkomen? De kwaliteit van zo'n opkeer. Ja, toen ik nog aan het werk was, voor je leven, toen kom ik wel wat saai. Ja. Maar we hebben hier ook verschillen in de fabriek, waar je bijvoorbeeld ook met moet dat we in Vauxhall bieden. Nou, destijds bieden Koninklijke Scholtens, WA Scholtens, Vauxhall en BAVB deze waarden. Ja. Met zetmeel, deze ook van alles met papier en zo. Ja. En wie doet meer op dingen aankijken, neem ik aan. Ja, dat kwam weer regelmatig, want als we dus weer chemicaliën, chemische stoffen die in de papierindustrie gebruikt worden, dan gingen we daar achteraan en dan liepen we proeven doen en zo. En ook bij KSA en ook bij AVB. Tenminste, bij KSA kwam je er wat makkelijker in. Die waren wat commerciëler. Die zeiden, nou, als jullie problemen hebben, moet je maar komen. Dan zullen we daar even bij jullie uitzoeken. Ja. En dan proeven doen en zo. En het was, nou, dat was al een hele goede samenwerking. Ja, oh, dat is een ongelooflijk onverwachte vraag, zeg. Daar was ik me niet op voor. Nee, het hele verhaal begint 34 miljoen jaar geleden. Ja. Toen was het even stil. Ja, dat was niet in de pekel. Toen was het even, nee, dat was niet in de pekel. Nee, ze hebben, archeologen hebben skeletten ontdekt of fossielen ontdekt van wespen. En het blijkt dat de evolutie van die wespen eigenlijk de afgelopen miljoenen jaren absoluut stil heeft gestaan. Die beesten, die zijn dezelfde wespen die wij nu om ons heen hebben, waren 34 miljoen jaar geleden precies dezelfde. En wat doen wespen nou? Die, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Wespennest. Ja, nou, wespennest maken ze, maar dat maken ze dus van hout. Ze gaan aan hout knagen en dan, net als vroeger pruimtebak, dan wordt dat een tijd lang in de mond, wordt dat heen en weer gevoeld. En dan heb je een soort waterpulpje. En daar maken ze hun nest van. En in feite is dat een soort karton. Dus ja, je hebt in Nederland en overal heb je allerlei mensen die de uitvinding claimen. Maar de wespen is uiteindelijk de grote winnaar. En met meters voorsprong dus. Ja. Chinezen die hebben dat een beetje bekeken, hoe die wespen dat deden. En die zijn er eigenlijk mee begonnen. Die maakten papier van moerbeibarst, van bamboe en van dode zijderupsen. En daar maakten ze een papje van, een beetje water erbij. En daar maakten ze papier van. En dat kunstje, dat is uiteindelijk richting Europa is dat gekomen. Doordat die Chinezen, er zijn toen hier Bonifatius werd vermoord zo'n beetje, zo'n 754, toen hadden ze daar hadden ze ook bonje. En toen zijn er een stuk of wat van die Chinese papiermakers die zijn gevangen genomen door Arabieren. En die zijn meegenomen naar de Arabische wereld en die hebben daar dus het kunstje toegepast. En die Arabieren die hebben dat papier toen geëxporteerd naar Europa. En zo is uiteindelijk het verhaaltje is hier gekomen. Ja, daar heb ik geen naam. Ja, hoe ging die verhaal over? Oh, van alles en nog wat. En dit is een verhaaltje dat hij bijzonkert. Maar dat is nou de grunners, hoor je nu. Maar dat komt wel gauw van pas op. Want in de toren staat de teller lekker. Een kleine uitvoering van Marijke Ravenswaai. Het beeldje dat in Winschoot weer komt te staan. En de wolf staat al weer. Nou ja, ik ben eerlijk bekend net bijzonkert. Ik moet erom lachen. Want dat ding is natuurlijk groot in brons. En ik ken ook wat kleine afgietsels ervan. En dit is een, dacht ik, een afgietsel ervan. Maar dit is van klei. En ik kan weer met een bak. Ja, zijn we gewoon eens dan van naald. Ik heb hem van naald, ja. Bisonkit. Ja. Bisonkit. Wat is de waarde van dit kunstwerk? Ben je wel verzekerd, Buben? Ja, ik ben wel verzekerd. Oh. We hebben het nog wel even over. Oké. Bisonkit. Als er in Oezel noodteken of was er nog afdreugd worden moet, dan kent de stevast van op aan dat er altijd belangrijke bier is die er nuttig heeft naar de wc moet. Mijn broer, Joren wat ouder dan ik, was ook zo eine. En altijd was ik naar het eten de pineut om of te wassen of of te drukken. Het eten was nog nijdoen of hij vloog er een scheet naar de wc en hij net zo lang waak tot oorwas kloor was. Volk zat ik ook op sprong, maar ja, hij was even ouder en even staker dan ik. En bij de wc-deur kreeg ik dan altijd weer een flinke opdrukker en ja hoor, ik kon weer naar de keuken om of te wassen of te drukken. Jarenlang ging dat zo deur, want ja, hij bleef hem ouder en hem staker als ik. Totdat ik zo'n tubeliem in het loer kreeg en besefte waar ik door me dan kon. Een dag of wat later dat we sukkeloopplutting kregen, waar ik niet gek op ben, maar mijn broer des te meer.
en die er maar al te geer de puddingschool ontlikken wil, en die net een wat langer waken als ik met eten, door lag mijn kans. Zo gauw ik mijn bord leeg had, kreeg ik kramp in het lief, en ik kreeg permissie dat ik naar de wc mocht, nog voordat eten echt overlopen was. Gewopen met die tube bisonkir en bus, ik wc-deur op slot, en dan het waak. En daar heb ik de wc-bril in vakkundig, nijte opvallend, flink insmeerd met die superplakkende lim. Terwijl ik door mijn duimde was, stond mijn broer al te rood mijn aan de kant van de deur dat ik opschuit moest. Mooi, dacht ik. Nou ga ik met plezier afwassen of afdrukken. Ik de wc-deur open en jou hoor, hij stond al te dringen. Ik troet. Maar voordat mijn broer de kans kreeg naar binnen te stappen, greep mijn voordeur om die nekvel en zei, nou ik eens, laat toch de pudding uit. Voordat ik dat zeggen kon, was dat te laat. Pa zat op de wc en had niks deuren. Maar dat waren wel gewoon dat het te laat was. Mensen, wat een consternatie, ik zou je het vinger maar rondhouden. Maar dokter moest er nog aan te pas komen. Hij had closetbril van het pot monteerd. En zo met brul en gatkleed, boksen op enkels, deken de moek om hem touw slogen, het hij hem meer leek dan zitten op cycles dan bracht in stad. Door hem ze zelfs de bevestigde nog bijhoofd. Dezelfde dag is mijn vader weer toeskomen. Als je hem lopen zag, het was net of we de boksen vol hadden. Maar dat we mij zag, was het op meer touw in stoort als daar een zelf dacht had, en het einde van het luidje was dat ik net als om nooit fatsoenlijk bij tovel zitten kon. Twee dagen hebben die beide op knijden bij tovel zitten teken. Noor die tijd werd het afwassen en drukken bij ons toes eerlijks verdald. En noor teken heeft in mijn broer nooit meer als eerste naar de wc. Nee, zei je, god doe maar eerst. Maandlang heb ik geen buutsgeld gehad. Dat geld was bestemd voor een nieuwe wc-bril, want alle was achterbleven met zijn. En nou, joren later kreeg ik nog liefst zeer van klagen als ik het woord bisonkit maar heur, lees of zo'n type van dat spul zei. Maar toegliks vuil ik weer de blauwe plekken van de slogen die ik op mijn gat had heb. Maar één ding heb ik er wel aan overal. Als ik nou naar een wc ga, kijk ik eerst altijd even of de bril wel schoon is. Ja, mooi. Ja, mooi. Ik ben met Alex Noor de voedselbank in stad, wie Wolfert Molenhuis. Dan is de beurt aan de sport. Zoals een mooie zin ervan. En we gaan nog een pekeldeur. Douwe. Op bijna het mooiste plekje van Rijn, zeg ik altijd. Zoals maar net. Dank voor het luisteren. Mooi ja. Van Helden Mol. Mooi. Is. Zelf een zeer reprise. En ik hoop jullie met een joren zo uit de wandel winnen. Maar verder, dank voor het. Ik heb jullie nog een rijt met een stelen hier weer. Ja? Zeg bedankt. Proost. 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 Proost.